En Willem I vond dat die zichtbaar moest zijn. Vandaar deze open, dit open rijtuig. Dit is het korte stuk van het Langer voor Hout. En de kenners van Den Haag denken misschien, hey, nu gaan ze niet over het Schelpenpad. Dat klopt. Vanwege die verbouwing van die ondergrondse parkeergarage gaan ze nu over het deel waar je normaal gesproken ook met de auto kunt rijden. Echt vlak langs de Amerikaanse ambassade. Dat betekent overigens ook dat het echt een stuk smaller is, hè, dan anders. Wat smaller, en er is een nieuw stukje asfalt daar aangebracht om een rechte lijn te krijgen vanaf dat korte stuk van het Lange voor Hout de straat aan de overkant van het toernooiveld in. We zijn op 15 maart, Prinsjesdag in september. Dit is trouwens de bouwplaats waar ze dus langs rijden. Het is wel afgezet, want echt mooi uitzicht is het niet. Voor de gelegenheid ballonnen in de... Leerlingen van de Koninklijke Marine voor ballonnen in de kleuren van de stad Den Haag. Ja, die kennen we ook allemaal van ADO Den Haag. Ja. Maar die troonrede, de laatste dus waarschijnlijk... van dit kabinet. Ja. Maar dus ook een troonrede in het zicht van verkiezingen. Ja, dat zal ook zometeen interessant worden. Is het nog een heel ambitieuze troonrede? Of is hij toch al redelijk beleidsarm? De tijd om nog iets te doen is heel kort voor dit kabinet. Want de Kamer gaat nog met herfstreces, met kerstreces. Er komt in februari een verkiezingsreces. Dus als je nog iets wilt bereiken, iets door de Tweede Kamer, wetten door de Tweede Kamer wilt krijgen, dan is er maar blijft weinig tijd over. Nog afgezien van dat er nog de Eerste Kamer altijd ook naar kijkt.